om die vraag te beantwoorden, moet je eigenlijk een idee hebben van hoe het brein werkt. En voor mij is het brein een efficiënte machine, maar het is ook vooral een luie machine. En daarmee bedoel ik dat het brein eigenlijk niet actief wordt, in de zin van bewust actief, als er dingen in de omgeving gebeuren die voorspelbaar zijn, die hij weet op basis van kennis die hij uit het verleden heeft opgedaan uit de omgeving. Dus bijvoorbeeld, je rijdt op een snelweg en iedereen heeft die ervaring wel eens gehad, dat je een kwartier lang rijdt en denk je, oh, ben ik al hier? En toch heb je alle goede acties ondernomen. Je hebt geschakeld, je hebt je knipperlicht aangezet en je bent netjes iedereen voorbij gereden. Maar je bent je niet bewust geweest van die dingen. Nou, dat hoeft ook niet, want het brein wist precies van, nou, je doet precies wat ik verwacht op basis van het verleden. Pas als er iets gebeurt dat je aandacht nodig zou hebben, dus bijvoorbeeld een kind dat de weg op rent, dan word je bewust. Dan denk je, oh, nou moet ik opletten. En zo heb je natuurlijk ook het andere voorbeeld dat vaak extremer wordt neergezet. Zo bijvoorbeeld heb je mensen die naar de stembus gaan, dan wordt er gezegd van, nou, eigenlijk kies je helemaal niet. Je brein heeft al lang een beslissing genomen. Het heeft het jou wel verteld. Hè? Je bent er wel bewust van geworden, maar daar heb je zelf geen vrije wil in gehad. Nou, dat is maar de vraag, want op het moment dat je hokje rood moet maken en er zou in één keer bericht komen dat je favoriete kandidaat een seriemoordenaar is, dan neem je wel bewuste beslissing om daar niet op te stemmen. En in die zin is er dan wel een rol voor de bewuste vrije wil. Om dan terug te komen op de vraag van hoe reclamemakers en marketeers omgaan met ons, door ze ons onbewuste advertenties aan te bieden. Ook dat is een beetje een moeilijke vraag in de zin dat het een oude vraag is en dat er geen goed antwoord bestaat. We kunnen daar twee componenten in onderscheiden, tenminste in informatieoverdracht. De eerste is een soort automatische informatieoverdracht. Onze zintuigen pikken heel veel informatie in de omgeving op. Dat wordt dan verwerkt en komt dan in de hersenen. Daar weten we erg veel vanaf hoe dat werkt. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Als het eenmaal in die hersenen is, dan moeten die, wat wij dan noemen, hogere orde processen ermee aan de gang. Dus bijvoorbeeld, hoe werkt een voorkeurshiërarchie? Waarom kies je een bepaald soort boter voor een ander, boven een ander? Of koffie, of thee, net wat je wil. Daar weten we heel weinig vanaf. En ook de marketeers weten daar weinig vanaf. Dus als je de vraag wil stellen, zijn adverteerders bewust een brein aan het manipuleren? Dan zou ik zeggen nee, voorlopig nog niet, want ze houden nog niet eens rekening met hoe informatie binnenkomt in het brein. Als ze dat al zouden gebruiken, zou het al een heel stuk beter zijn. En dan kunnen we vervolgens kijken of die onbewuste processen daaraan bijdragen. Maar voorlopig zou ik maar beter focussen of mijn nadruk leggen op het binnenkomen van informatie, want daar weten we een heleboel vanaf. En omdat we daar zoveel van af weten, die automatische processen, en omdat het dan, wat ik dan vind, eigenlijk een heel makkelijk concept is, want het is het deel dat ik dan het luie brein noem, zou ik eigenlijk wel eens weten hoe en waarom het evolutionair misschien wel heel interessant is geweest om een lui automatisch brein te ontwikkelen in de tijd.